We gaan nu dus naar het winkelcentrum waar Denise Anna haar dagelijkse boodschappen doet. Nou, we zitten bij hetzelfde management. Alweer. Ja, je komt niet van me af, Mop. Nee, helaas. Goedemorgen, zonder zorgen. Het is zondag en ik ga zo meteen weer naar de PT-opleiding. In ieder geval, ik heb les vandaag. Met Fleur bij Radio voor Al. Ja, Radio voor Al. Radio voor Al. Schatje van mij. Zeg maar het broertje van Nola. Die woont hier dus ook in de buurt, in Leidschendam. Dus ik heb net eventjes de baasje van haar broertje een appje gestuurd. Want we willen ons binnenkort even afspreken. Want ik lijkt me wel leuk. Ik ben benieuwd ook of ze elkaar nog kennen. Bakkie. Zo, ik kan maar vragen, Ja? Kijk dan. Het gaat helemaal geestig. Oh. We hebben visite, moeders. Ja, gezellig, hè? En Stella, die zit lekker in het hokje. Zit je lekker daar, meid? Ja. Lekker, hè? Kom maar, ga maar kijken, Nola. Kom eens. Nou, Stella, die kan slapen. Gaat ze ruiken. Gaat ze ruiken? Ik kan aan jouw schone luiers en zo. Oh. Zo, kun je daar lekker op liggen. Zo, slaap je lekker. Kijk, een lekker holletje. Ja, daar komt ook kijken. Wat gebeurt er nou, denkt ze? Kom maar. Ja. Gaan we even samen even kijken. Hallo. Hallo. Brillen. Ja. Zo zacht. Ze is zo lekker zacht, hè. Ja. Wil je nog eentje geven? Ja. Ik vind het wel heel spannend. Je doet het zo goed. Wil je eentje in je hand geven? Kijk, als je het zo, dan geef je het zo. Dan gaat ze het zo aflikken. Hier. Even wachten tot haar mond leeg is. Hij zit erg op de hoede. Wacht even, wacht even. Ook de lift in. Het kan er een ja, ga maar geven zo. In. Ja, dat vindt ze heel leuk. Oh, dat is leuk, hè? Wacht, wacht, wacht. Ja, maar ik vond het zichzelf. Ja. Ze heeft niet zo'n oude. Want ik moest hem nog aankleden, dus ik zeg wat tegen haar. Zijn jullie helemaal vriendjes aan het worden? Ben je niet meer bang? Even stoppen, hè? Knapperd. Zo, dan kan Nola zo lekker gaan puzzelen. Zo, goed gedaan. Goed gedaan. Nola gaat puzzelen. Zeg je? Nola gaat puzzels maken. Ach, lief is, hè? Ja. Half uur en ik ga lekker ontbijten. Ik heb hier pancakes van Fitfood, die verkopen zij ook. Een koffietje en ik moet echt gaan leren vandaag. Ik had het ook in mijn planning gezet. We moeten eventjes aan de bak. Zo Nola, we zijn weer in een nieuw huisje. Ja, want Olivia is jarig. Zo, maar ze zijn er nog niet, dus kan je even in alle rust even wennen aan het huisje. Wat staat erop? Nee. Hoera! Hoera! Piepidepiep! Hoera! Ja, we gaan die openmaken. Wil je ook openmaken? Ja, we gaan die ook niet openmaken. Oeh! Wat is dat allemaal? Heb je er ook een cadeau, liefie? Kom! Nee, joh. Je mag je pannen. Je mag hem openmaken. Zo, is dat? Zo, hé. Ben je 5 jaar geworden? Heb je nog eens... Oh hier, deze kan je ook geven aan mij. Ik heb je ontbijt op bed, of niet? Olivia, kom maar vragen, ze wat? Ja? Kijk dan, het gaat helemaal geestig. Goed, hè? Die is voor mij. Ja, die is voor jou. Oh, dankjewel, Jacques. Was hij diep? Ik was bijna afgekomen. Zo, ik kom niet meer op.
ga heel veel naar het toilet. Ik was heel de tijd aan het werken. Ik was heel de tijd aan het werken. Af en toe even uitlaten natuurlijk. Ik ga heel veel plassen. En zit meteen om het hoekje te kijken van... Wacht even, waar is die vrouw? Want ze dacht gewoon niet hier, zeg. Maar ze komen dan helemaal volgen. Dus snoep, ze bent zo lief. Och, ik ben lekker de hele dag aan het werk. Schatje van mij. Oh. Auw. Auw. Niet doen. Zo. Maar jongens, superleuk. Zeg maar het broertje van Nola. Hij is echt haar directe broertje. Die woont hier dus ook in de buurt, in Leidschendam. Dus ik heb net eventjes de baasje van haar broertje een appje gestuurd. Van, zullen we anders binnenkort even afspreken? Want ik lijkt me wel leuk, ben benieuwd ook of ze elkaar nog kennen. Maar wel leuk dat ze elkaar dan even zien. Hoe is het toch mogelijk dat je een nestje uit Groningen of all places... en dat je dan gewoon allebei bij elkaar in de buurt woont? Dus we gaan volgende week zondag gaan we... Even kennis maken met de andere baasjes en dan gaan de pups lekker met elkaar spelen. Echt zin in. Even denken, moet jou weer uit? Ik denk het eigenlijk wel. Auw, dat gebijt, jongen. Kap nou eens. Stop. Stop. Dat slaat ook niet los. Voeg het ook eventjes net aan het baasje van haar broertje. Die heet trouwens nu Storm. Ik zou ook, die tanden worden steeds scherper. Ze zei ook, ja, dat bijt, joh. Dan laat ze ook gewoon niet los. Nou, precies dit. Au, 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 au. Niet zo hard. Ja, heel goed. Schatje. Oké, even je riempje pakken. Nou, ik doe even zo in mijn zak. Ach, ja. Is het lekker, Lippie? Lekker te smakken. Oh. Oh. Dat is zo schattig. Och, hoe dat dan eet, kan er niet aan. Maar alles wat je doet, vind ik schattig. Zo, ik ben weer terug van het uitlaten. Oh, het was zo leuk, de schat. Maar jongens, heel even hoor. Ik zit zeg maar... Ik kan het gewoon even niet aan. Het komt ineens zo binnen dat ik de liefste berichten krijg. DM's, comments, reacties onder video's op YouTube, bij TikTok, bij Insta. Overal. Van mensen dat ik het zo goed doe bij kamp. Maar niet eens dat. Maar gewoon dat ik mensen oprecht mega inspireer. Ook heel veel berichten van oud-volgers die dan zeggen, ik volg je heel lang en ik stuur je nooit een berichtje, maar ik heb je ook bij kamp gezien en ja, ik vind je alleen maar nog motiverender en nog inspirerender. En die woorden, dat ik mensen inspireer, oh, dat is echt het allerliefste gewoon, dat is het allerliefste wat ik wil horen op, ja, over mijn content. Ik wil ook gewoon mensen inspireren en... Dat wil ik zeg maar ook doen door gewoon mezelf te zijn en mijn journey te delen. En dat het gewoon ook overkomt, dat vind ik zo bijzonder. En ja, ik kan het gewoon niet aan. Elke keer als ik mijn telefoon open, krijg ik gewoon een dosis met liefde over me heen. Dat ik gewoon, ja, echt... Nou, ik kan het niet aan. Ik vind het zo lief en daarom wil ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken over alle liefde. Het is echt... Ik vind het ook gewoon grappig dat allemaal mensen die mij zeg maar nog niet kenden, die mij nu door het programma kennen, dat die nu ook allemaal in mijn DM's leiden van, joh, ik ken die nog niet, maar wat een, weet ik veel, een topprestatie, wat doe je het goed en noem maar op. En ja, ik vind het zo leuk. Ja. Hey, Nola. Wat ziet ze? Wat zie je daar? Ja. En ik ga nu gewoon nog een keer de aflevering kijken. Het is vrijdagmiddag 4:30. Het is ook mijn vrijmibo. Ik moet eigenlijk leren, maar ik wil heel even de aflevering kijken. Zo, ik ben in Amsterdam aangekomen op de Wibautstraat. En ik heb dan zometeen dat radio-interview.
Ik vroeg nog, mag het misschien via de telefoon? Want ik moet nu helemaal vanuit Voorburg naar Amsterdam rijden voor echt een kwartiertje op de radio. En weer helemaal terug. Maar het scheelt dat het nu avond is, dus ik heb er echt nou, wat is er, 38 minuten over gedaan. Een goed half uur. Vind ik wel heel erg leuk, dus ik doe het. Ik ben iets te vroeg dat ik zit even in de auto te wachten. En ik zit nu tegenover een sportschool. Ik vind mensen die in de avond sporten zo goed. Ik vind het niet een hele gezellige sportschool, to be honest hoor. Ik zit een beetje naar binnen te kijken van wat is iedereen aan het doen en zo. Maar het is echt gewoon heel erg druk op elkaar geklit en totaal geen sfeer. Nee, het is niet de sportschool waar ik zou sporten, waar ik in ieder geval naartoe zou gaan. Dus dat al deze mensen hier zo staan, vind ik echt wel respect. Amstel Campus. Oh, is het een campus sportschool of zo? Ik weet niet, maar ik zou er echt niet willen sporten. Nee, en ik hou van sporten, dus moet je nagaan. Oké, ik ga eventjes kijken hoe ik dit ga parkeren. Want ik heb mijn mobiel niet op deze auto staan. Dus ik moet eventjes... Oh, ik heb hier wel het nummerbord. Oh, dit is mooi. Dit is nieuws. Oh, maar dan hebben we nog twee nummers. En dan... Ja, je doet even openingetje en dan twee nummers, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou jongens, ik ben bij Fleur. Met Fleur bij Radio For All. Ja, Radio For All. Radio For All. Nou zeg. Radio For All. Nou, lekker op zijn Nederlands. Ja. Erg hè. Maar dit is dus jouw eigen radio. Ja, het is mijn eigen radioshow. Nu. Iedere vrijdag van 8 tot 10. Leuk. Ja. En ik ben heel blij dat jij vandaag te gast bent. Ja. Ja. Heel leuk. Nou, het was gezellig, kort, maar krachtig. Ja, ik zou er zo 3 kwartier aan vast kunnen pakken. Ja. Ik denk de volgende keer wordt het gewoon een podcast. Nou, gezellig. Ja, maar ik heb sowieso over kamp. Ik raak niet uitgesproken. Ik kan er echt uren over praten. Ja, maar dat snap ik. Want je hebt zoveel en meegemaakt en geleerd. Ja, 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 dat is niet normaal. Dus ja. Goed, is het nog ergens terug te kijken straks of niet? Of is dit... Nee, het is niet terug te kijken, maar jij ontvangt beelden, dus via je socials vast ergens nog snippets te zien. Tuurlijk, leuk. Ja, want weet je wat ik dus vaak heb, dan kom ik thuis en denk ik, ik heb helemaal niks gefilmd. Dan moet je zeggen, nou ik was niet hier, ik was niet daar. Ja, dat is shit hè. Ja, dat is vervelend. En ingezoomd. Kijk eens wie we tegenkomen. Ja, zo kom je elkaar nooit tegen en opeens snapjes heel vaak. Nou, we zitten bij hetzelfde management. Alweer. Ja, je komt zo niet erg van me af, maar op nee, helaas. We hebben getekend voor elkaar. Ja, daarom, een beetje zitten elkaar vast. Ik kom je trouwens heel vaak, zeg maar, tegen en dan even niet en dan weer heel veel achter elkaar. Klopt. Ja, en hoe vond je de uitzending? Ging het goed? Ging goed. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik moet het eigenlijk weer terugluisteren van jou, want ik had helemaal niet verwacht dat je hier zo zit. Nee, ik had je ook niet aan zien komen. Dus ik kwam hier zo, er zit hier iemand van kamp van Koningsbrugge. Ik zo, de nieuws. Zegt ze, ja, dat kan kloppen. Ik zeg, nou, hoe kan het nou weer? Wie ook anders. Ik ga ook vandoor. Naar Alka. Het is ondertussen zaterdagmiddag. En ik heb vanmorgen gesport. En ik had net een of andere zieke schoonmaaksessie. Dus ik ben echt vol gaan schoonmaken. Uiteraard ook met Nola gelopen. Vanmorgen om 6 uur. En later en nu weer. Dus echt, je komt thuis en je kan weer gaan. Zo, snoezebout, we gaan weer. Maar schoonmaak had ze nog nooit eerder gezien. Dus ze was echt aan het kijken van, nou wat is dit allemaal? Dus er schrok je en denk, oh mijn jas, die gaat helemaal naar de kloten. Ik was wel lopen. Kom maar, Nola. Hop, 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 hop. Oh, je gaat helemaal zitten. Zit! We hebben kipfilet bij ons. Een keer wat anders. Dat vind je wel lekker. Zit. En dan gaan we af. Ja, goed zo. Maar het is ondertussen, het is alweer veel te laat. 2 uur. Ik ga nu ontbijten. Ik heb wel vanmorgen een Clear Wave van mijn protein op. Code Denise Anna voor korting. You know, you know. Ik ga nog even leren zo meteen. Geleerd gisteren nog. Dus ik loop soort van wel op schema hoor, met de hele opleiding. Op die oefentoets bestaat uit 100 vragen en ik heb hem nu al 3 keer gemaakt en ik heb ook weer een 0 fout. Dus dat belooft wat. Oh, wat een lekker broodje is dit. Uiteraard nog even wat zout en wat sriracha en dan... We zijn weer aan het borstelen. Goed schatje, ja. Zo knap. Kom maar. Kijk eens. Meteen. Kom.
valt eigenlijk mee in de supermarkt? Weet ik niet, nee. Ik heb al gekeken. Film jij? Nee. heb je hem gebeld naar de Albertijn? Ja. Oh, ik ben Denise Anna van Kamp van Koningsbrug. Je kent me waarschijnlijk wel. Ik heb ook een nieuwe hond, zoals je wellicht ook al weet. Mag die mee de Albert Heijn in? Zoals je wellicht al weet. Oh. Dag, Sjusje. Dag, Liefie. Oh. Is Bella wel thuis zo? Ja, een kwartiertje. Okay. Ik heb een camera bij haar hangen. Oh, creepy. We gaan nu dus naar het winkelcentrum waar Denise Anna haar dagelijkse boodschappen doet. Gaan we naar de Albert Heijn of naar de Gal? We zijn daar naar de Gal. Zoals je ziet is het heel levendig hier. Echt een heel leuk winkelcentrum. Bruisend. In de Voorburg is de raad. En we gaan dus nu de Albert Heijn in. De camera mag niet filmen. Mag nog niet? Nee, ik word wel eens afgekapt. Mag niet filmen. Nou, we mogen niet filmen, maar we gaan het toch proberen. Ja, joh. Goed idee, hè? Zo'n bodycam. Dat is goed, hè? Ik loop niet van je achterna. Ja, maar. Oh. Eten? Mogen wij het wel? Nee, gatsbar, ik ga niet iets eten. Vind je dat niet lekker? Ik vind het hartstikke, ja, tuurlijk. Kijk, is ons keukenprinsesje weer lekker bezig? Gaan we lekker avondje bij Daan eten? Daan, hoe laat ben je van huis vertrokken om ons op te halen? 5 uur. Het is nu 7 uur. Zo lief, hè? Komt ze ons helemaal ophalen, doet ze de boodschappen, maakt ze het ook nog allemaal klaar. Ja, iedereen wil een Danielle in haar leven. Ja. Moeder Therese. Ja, moeder Therese. Wijntjes staan al klaar. Dit is allemaal heel gezellig. We kunnen beginnen, hoor. Wat worden we goed verzorgd hier. Lekker. Goedemorgen, zonder zorgen. Het is zondag en ik ga zo meteen weer naar de PT-opleiding. In ieder geval, ik heb les vandaag. Ik ga even mijn lunch aanpakken. Ik neem altijd gewoon een vriestasje mee met zo'n koelelement en dan boterhammetjes. En ik neem lekker een Isis Keer knijpzakje mee, dat is ideaal. Daar neem ik 2 mee zelfs. Ik ga heel even snel wat ontbijten en dan moet ik alweer de deur uit. Het gaat allemaal zo snel. Waar heb ik zin in? Nou, ik ben aangekomen in Amsterdam. Ik ben zo moe. Oh my god, ik lag gisteren om 2:30 pas in bed. En ik ging vanmorgen om 7:00 Nola uitlaten. En dan heb ik daarna nog even geslapen tot 11:00. Ik heb echt hoofdpijn. Beetje brak. Onwijs moe. Helemaal geen zin. Maar we gaan het doen. Ik hoop dat we niet te veel praktische dingen hoeven te doen. Gewoon lekker zitten en luisteren. We will see. Goed zo. Ja. Goed zo. Good morning. Het is weer een nieuwe dag. De PT-les van gisteren viel nog best wel mee. Ja, ik was wel echt brak, maar het ging beter dan verwacht. Nu weer op naar de personal training. Ik heb net Noda uitgelaten. Het is 7:10. En we gaan weer, nieuwe week. Ik ben nog zo moe. Ik lag gisteren echt om 9:30 te tukken, maar ik ben echt gewoon moe. Ik ga deze week proberen om elke dag om 9:00, 9:30 echt naar bed te gaan. Behalve vanavond, want vanavond is aflevering 5 van Kamp van Koningsbrugge. Zin in. Evaluatiegesprekken. Ik ben benieuwd. In mijn herinnering was het allemaal positief. Misschien zie ik het vanavond terug dat ik denk, oh, dat was niet heel positief. Dat zien we vanavond wel. Lekker. Blijf dat je die yoghurt kwijt. Zo, dat is weer zeker waar. Zo, inderdaad. 97. Het is wel een merkelijke stijging in daling. Ras. Kwadraat. Oh ja, gaat hier. Kwadraat. Lange zijde een keer, korte zijde. Oh ja, lange zijde. Het is 86. Oeh. Ik heb, wat had ik nou? 38. Leuke Tom. 40 kilo. Stel eens dat meer dan 40 kilo aan gewicht zonder te weten wanneer het stopt.
Bono, meld zich. Komt wel, Bono. Dan heb je je wapen afgelassen. Onwetend van dit plotselinge verzoek van Meerte, lopen Kees, Jorrit, Bart... Dat gelukkige mensen hier niet helpen om mij mee te moeten nemen. Ik zou niet te streng voor je zou zijn. Met wat voor gevoel kom je hier naartoe? Ja, tevredenheid, opluchting. Ja, dankjewel. Dankjewel. Zeker. Heel erg bedankt. Nou. Dag. Volgens mij gaat het ook goed. Je doet het goed. Je bent sterk. Je bent taai. Je doet mee. Je bent vrolijk. Dus ik denk dat je trots mag zijn op wat je nu laat zien. Dankjewel. Alsjeblieft. Was dat? Dat was kort, ja. Oh, jammer. Ja, ondertussen ben ik weer thuis. En wat was dit een heftige aflevering. Holy shit. Ik moet er heel veel bij komen. Heel veel fijn, maar vanaf dit punt weet ik gewoon niet meer veel. Zo, de eerste paar dagen kon ik voor de geest halen. Maar wat er nu allemaal is gebeurd, die hele meditatie, wat er gebeurde, was ik helemaal vergeten dat ik dat had gedaan. Dan zie je dat weer terug. En dat ik gewoon weer die pijn komt weer terug. Ik had zoveel pijn. Dat was niet normaal. Oh. Ja, nu wordt het heftig. Nu ga ik zeg maar mijn dieptepunten bereiken. Heel intens. Maar goed, nu lekker slapen.